In de derde aflevering van Club van Goeie Verhalen zijn we een keer niet op de voetbalvelden, maar nemen we een kijkje bij Triple T tijdens een activiteit op de padelbaan. We spreken hier vandaag met Jens. Hij is begeleider bij Triple T en we spreken één van de deelnemers, Mike. Ik ben Mike Donkers, ik ben 20 jaar oud en ik ben één van de deelnemers aan de VDL Triple T Academy. Ik ben werknemer bij VDL VDS. Dat is een bedrijf die werkt in de vrachtwagenonderdelen. Vooral veel productie, laswerk, plaatwerk. Ik ben daar medewerker in de technische dienst. En ik doe daar een BBL mechatronica bij als opleiding. En één dag in de week ben ik naar school toe. En dan heb ik hier op vrijdagochtend heb ik altijd de VDL Triple T. Samen met VDL Groep werd het Triple T traject gestart. Maar waarom eigenlijk? De VDL Triple T Academy is een jaar of twee geleden gestart en dat is eigenlijk bedoeld om onze leerlingen, onze mbo-bbl-leerlingen, op een hoger niveau te krijgen. En dat doen we door middel van sport en dat doen we door middel van mentale activiteiten. Dan moet je denken aan communicatie, resultaatgerichtheid, samenwerken. En dat doen ze de ene keer bij Microcentrum en de andere keer dus volledig bij FC Eindhoven, met name van topsport. Kun je heel veel leren op het gebied van resultaatgericht werken. Nou ja, we hebben natuurlijk een wederzijdse relatie, hè? Enerzijds een sponsorovereenkomst, anderzijds denk ik, als je in dit kijkt, dan zie je echt de meerwaarde van zo'n langdurige samenwerking. Als je elkaar van tevoren niet had gekend, dan had je die van nul af aan moeten opstarten. Het doel van Triple T is duidelijk. Jens, leg je uit hoe de rol van FC Eindhoven binnen Triple T eruit ziet. Enerzijds persoonlijke mentale ontwikkeling. Nou, dat gedeelte neemt René voor zich. Het andere gedeelte is het vitale fysieke gedeelte. Nou, en dat nemen wij met FC Eindhoven voor ons rekening. En daarom dat we nu ook hier zijn bij het padellen. Want dat is een sportieve activiteit gericht op samenwerken met elkaar. En uit die hoedanigheid zijn we nu hier. Terug naar Mike. Die vertelt wat er vandaag op het programma staat voor de deelnemers. We zijn vandaag bij Peaks Padel. Daar hebben we een padel, een soort van lesje. En daar gaan we met z'n allen een leuke training van maken. Ik zou Triple T omschrijven als een leuke activiteit waar je toch veel wijze lessen uit kan halen. Vooral levensgerichte lessen en bedrijfsgerichte lessen ook. En een leuke tijd samen kan hebben met de jongens die allemaal deelnemen. Ik vind het een hele mooie samenwerking dat VDL en FC Eindhoven daar samen een mooi evenement van maken. Mooie activiteiten kunnen regelen. En vooral voetbalactiviteiten en zo. Dat is super geregeld. En daar vind ik ook leuke activiteiten. En net als bij hier in Peaks Padel is het echt wel heel leuk om een keer een andere sport te doen als voetballen bijvoorbeeld. En ja, ik vind het wel mooi dat ze zo samenwerken om van beide kanten iets kunnen laten zien. Onze regio hangt samen met vakmanschap. En zonder dat vakmanschap dan kunnen de grote bedrijven hier in de regio niet bestaan. En dat betekent dat wij dat vakmanschap op een nog iets hoger niveau willen brengen. Kijk, wij hebben geen competitie met de mbo-opleidingen. Dat absoluut niet is aanvullend daarop. En dat betekent dat je enerzijds sterke technische kwaliteiten of logistieke kwaliteiten leert op school. En anderzijds zeg maar de communicatieve opleidingen, die krijg je dan weer bij ons. Nou, ik denk dat we hier in de regio heel veel samenwerken. Je ziet het ook in bedrijven, ze werken heel veel samen. En ik denk dat iedereen daar sterker van wordt natuurlijk. En dan zie je ook de regio Brainport bijvoorbeeld. Het is echt wel een hele sterke regio. En het wordt een nauwe band en daar kan je heel veel leuke dingen uithalen, vriendschappen uithalen. Maar ook werkgerelateerd kan je daar zeker op vooruit gaan. Ik zou VDL wel graag willen bedanken. Jens en René, onze trainers. Ik denk dat die een heel leuk programma hebben opgezet. En ook FC Eindhoven bedanken natuurlijk voor de samenwerking. Dat heeft een heel mooi eindproduct geleverd. De eerste twee jaar Triple T hebben natuurlijk veel mooie momenten opgeleverd en zijn succesvol. Maar dit is pas het begin. De hoogtepunten van VDL Triple T in het afgelopen jaar, moet ik dan even zeggen, is de Mudrun vorig jaar, waarin we 12 kilometer gelopen, in de modder gekropen, gezwommen en de feestje daarbij natuurlijk met z'n allen de hele dag. En de diploma-uitreiking vorig jaar juni en die we over een paar maandjes wederom verwachten. Dat is ook zo'n typisch hoogtepunt waarin we elkaar allemaal zien met familie en VDL-collega's. En dat gewoon een prettige, gezellige, leuke dag is. Wat je ziet voor de toekomst is met name natuurlijk het vakmanschap. Dat betekent dat we jonge mensen zoeken en of die nou 16 zijn of 25, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Die op het mbo een technische of een logistieke opleiding wensen te gaan volgen in een BBL variant. Dat betekent één dag naar school, vier dagen werken. En daarin hebben zij de mogelijkheid om deel te nemen aan de VDL Triple T Academy, wat echt een project is waar je denk ik altijd als beter mens uitkomt. VDL Groep, Microcentrum en FC Eindhoven geloven in de kracht door verbinding. Staan in connectie met de samenleving en komen verder door samenwerking.